Dit is de vechtcode, onze Bijbel. Hierin staan alle elementen die je kan turnen op alle toestellen. En als je zelf een element creëert en dit goed uitvoert op een WK, World Cup of op de Olympische Spelen, dan krijg je je naam samen met dat element in het boek. Er zijn ondertussen al meer dan 700 elementen, dus het is niet meer zo evident om nog nieuwe dingen te blijven bedenken. Maar ik heb toch maar al mijn naam in het boek staan, namelijk een element aan de brug met ongelijke leggers, de Derwaal. Ik vind het eigenlijk wel heel speciaal om een element op mijn naam te hebben, omdat het toch zoiets is wat je nalaat in je sport. Zelfs als ik al gestopt ben met turnen, mijn naam blijft wel altijd in die turnwereld bestaan. Dat is mijn element, de Derwaal. Maar waarom is dat nu eigenlijk zo moeilijk? Om dat te weten, moeten we eens terug naar de basis. Dit is dus de brug en de lage legger is van de grond te beginnen 1,70 meter hoog, terwijl het de grote legger 2,50 meter hoog is. De afstand tussen de leggers is dus 1,80 meter. Een brugoefening bestaat uit 8 elementen en er staat geen tijdslimiet op zoals bij balk en grond, maar wel 4 vereisten. Namelijk een vluchtelement aan 1 legger, een element van hoog naar laag, een volledige draai op 1 legger en een voorwaartselement. Wat Senna hier doet is een jager, dat is een van de mogelijkheden als vluchtelement. Een vluchtelement wil dus zeggen dat je eenzelfde baar lost en terug opvangt. Je gaat de brug lossen, een salto maken en deze terugpakken. Het moeilijkste bij een vluchtelement is vooral dat je niet mag trekken aan een brug om omhoog te gaan, maar dat je dus eigenlijk het ritme van de brug moet volgen om te weten op welk moment je moet lossen, zodat je de juiste afstand hebt om je brug terug te pakken na je vluchtelement. Voilà. Dit was dus een voorbeeld van je krijgt als je te hard trekt aan de brug. Om meer grip te hebben op de legger gebruiken we krijt, magnesium en handleertjes. Persoonlijk vind ik dat eigenlijk iets makkelijker om aan de brug te blijven hangen en vind dat iets minder vermoeiend voor mijn onderarmen als je de steun hebt van die handleertjes. Het volgende element is een paksalto. Dat is een element van hoog naar laag. Je ziet dus als de hoge brug los een salto maakt en de lage brug terugpakt. De eerste keer dat je je brug eigenlijk moet lossen, kan dat best wel eng zijn, omdat je zo'n moment gewoon in de lucht hangt. Maar eens dat je alles een beetje controleert en weet waar je zit in de lucht, is eigenlijk best wel leuk om te doen. De volgende vereiste is de hele draai. En hier zie je dat Senna via de palmgreep recht naar de handstand gaat. Het moeilijkste aan een hele draai is eigenlijk om die ganse draai te eindigen in een perfecte handstand. Van het moment dat je een beetje over je handstand is, afhankelijk van hoeveel graden dat is, gaat de jury daar ook punten voor aftrekken. Een volledige draai kan je doen op basis van bepaalde handgrepen. En dat zijn namelijk je gewone greep, is zo. Je palmgreep is zo. En heb je je ellegreep waarbij dat je handen eigenlijk zo op de brug hebt staan. Van al die grepen is eigenlijk de ellegreep wel een van de moeilijkste, omdat je daar redelijk soepele schouders voor moet hebben. En ik heb heel stijve schouders, dus ik ben er al helemaal niet goed in. Hetgeen dat we op de legger spuiten is eigenlijk gewoon water. Stel dat het gebruik van water en krijt alleen niet genoeg is om ons niet te doen schuiven aan een brug, gebruiken we ook af en toe wel eens een klein beetje honing. Dus dan maken we eigenlijk zo'n een vies mengseltje. Dan doen we zo wat honing op onze hand, daar spuiten we wat water op en dan zo goed plakken op de brug en voordat we eigenlijk ons magnesium gaan aanbrengen aan de brug. De laatste vereiste is dus een voorwaartselement. Je gaat dus zien dat Senna hier een halve draai gaat doen, waardoor ze in die palmgreep terechtkomt. Vervolgens een volledige draai rond de brug maakt en terug naar haar gewone greep gaat. Een voorwaartselement is eigenlijk een element dat je doet oftewel in die palmgreep, oftewel in die ellegreep. Normaal gezien draai je altijd rugwaarts rond de baar en dan is eigenlijk de bedoeling om een element in de zangs voorwaarts, dus waarmee je een andere techniek moet gebruiken om over je brug te geraken.
De kabels aan de brug zorgen er eigenlijk voor dat de brug dus, ja, stabiel blijft staan. Wat we ook kunnen doen is de spanning van de brug regelen en dat wordt, ja, door middel van dit gedaan. Ik heb graag dat de kabels eigenlijk, ja, redelijk in het midden zitten, dat ze toch nog redelijk hard veren, maar dat ook de brug niet langs alle kanten beweegt als ik iets doe. De Chinezen houden er bijvoorbeeld van om de brug helemaal los te zetten, waardoor dat die eigenlijk, ja, redelijk hard gaat bewegen. Terwijl dat, ja, sommige Russen er juist van houden om helemaal strak aan te spannen naar boven, waardoor dat die eigenlijk, ja, veel stroever gaat bewegen. Nu we iets meer kennen over de basis, kan ik mijn element, de derwaal, beter uitleggen. Je begint eigenlijk in een handstandpositie en dan is de bedoeling dat je naar beneden gaat, je benen open doet, je roteert rond de brug en dan, op het moment dat je normaal gezien terug naar handstand zou gaan, los je de baar, je, ja, doet eigenlijk een soort zwembeweging erover en net voor je de brug pakt, doe je nog een halve draai, waardoor je eigenlijk, ja, omgekeerd aan de brug komt hangen. Het leren van dat element heeft best wel wat tijd gekost. Ik denk dat ik er ongeveer toch wel, ja, een dik jaar, een jaar en een half aan ben bezig geweest. Van het moment dat ik het voor het eerst probeerde tot eigenlijk het moment dat ik het in mijn oefening kon doen. Met de derwaal heb ik ondertussen al 2 Europese en 2 wereldtitels gewonnen. En die laatste in Stuttgart was toch wel heel speciaal. Hier sta ik klaar om te beginnen. Ik weet nog dat ik echt, ja, enorm veel stress had. Zeker dat moment dat je moet groeten voor de jury, omdat, ja, je dan weet dat je er eindelijk aan mag beginnen. En ja, ik probeer me altijd nog te concentreren op een paar elementen voordat ik begin. En eens eigenlijk dat moment dat je naar de brug springt, ja, begin ik met mijn eerste vluchtelement. En dan, ja, het tweede element dat komt is direct de derwaalbeweging. Die ik dan doe gecombineerd, ja, in mijn element van hoog naar laag en terug omhoog, terug omlaag, terug omhoog. Dus het is eigenlijk allemaal heel vloeiende beweging en dat maakt mijn oefening eigenlijk ook redelijk kort en compact. Dan, ja, mijn hele draai en dan natuurlijk mijn afsprong, waarbij dat, ja, heel belangrijk is om proberen een vaste landing te doen. Ik weet nog dat ik, ja, echt enorm blij was na mijn landing, omdat ik, ja, gewoon had gehoopt dat mijn oefening zo goed ging gaan en gewoon achteraf wetende, ja, voordat ik begon aan mijn oefening, wat er allemaal door mijn hoofd ging en dan gewoon, ja, al die stress en gewoon enorme opluchting die kwam na mijn oefening, dat was toch wel best een speciaal moment.